Zielig is dat een beetje. Ja, dat is zielig. Als je had gestoten, had ik leuk gevonden. Jongens, het is zondag de 24e. Zondag de 24e. Ziet niet uit, dit. Ik ken Dave dus vanaf dat ik... Ik was al net 18, hè. Ik was al net 18. Dat was echt vlak voordat ik 19 werd. En toen was het dus in de mode. Inderdaad, witte longsleeve met een t-shirt eroverheen. Ik weet niet waarom dat was. Misschien was het goedkoper dan een trui. Want waren we, ik was die baseball shirts, die waren ook een beetje dat effect. Toch? Dat je mouwen een andere kleur waren. Ik heb gewoon het idee dat mijn kledinggeld op was als ik een trui kocht. Dus ik kocht een trui. Ik heb het aan, ja. Witte longsleeve met een t-shirt, zo liepen we erbij. Was net Scooby-Dooby-Doo. We waren wel knapper zelf. We gaan het weer reintroduceren. Oh, nou ja, goed. Dus, dat is helemaal niet belangrijk voor jullie, maar misschien leuk om te weten. We hebben de woord. Hadden jullie dat ook? Ja, dat hadden we ook. Spannend. Maar we hebben ook leden die toen nog niet geboren waren, in 1998. Ja, dat is wel, ja, dat is meer dan waar. toen was ik dus 18 in 1998. Jezus. De workout, 4 rondes van tijd van 25 calorieën op de roeier en 25 burpees. Roeien, ziet er zo uit. Voor de mensen die al heel lang niet meer hier zijn geweest en niet meer weten hoe roeien eruit ziet. Benen, armen, arme benen. Ja? Alright. En stoppen nou. Heb je een fiets geleend? Doe je 1200 meter? Doe je 21 calorieën, dus 4 calorieën minder. Ja? Als je gaat rennen, dan doe je 400 meter. Ja jongens, ik had het whiteboard moeten pakken. Wat denk ik, we doen het zonder whiteboard? 400 meter rennen. Ja, 400 meter rennen, in plaats van 20 calorietjes roeien. Ongeveer een beetje hetzelfde tijdsdomein. Dan, speedsteps, zullen we ook nog doen? 180 speedsteps, kun je ook nog doen. Heeft Dave gisteren volgedaan. Kijk lekker naar het filmpje van gisteren. We worden lui. We moeten ook weer lesgeven nu, dus kost weer energie. Dus we zijn nu luider in de filmpjes. Op de plek rennen kan ook, doe het ongeveer even lang als dat je normaal rent over 400 meter. That's it. Burpees, dat hebben we ook gisteren laten zien. Zonhuis, ik spreek je. Nee. Burpees, die kan je springend doen. Moet ik eroverheen? Nee. Dat is RX Plus, kunnen we wel laten zien zo. Ja. Dus, borst, buik, benen op de grond. Kom weer staan. Spring, klap. En zodat je helemaal gestrekt bent. Of stap dit. Ik vind dat we die moeten doen, man. Nee, sorry, ik moet er niet mee. Ja, ja, RX Plus. We hebben altijd een paar haasten die we gaan doen. Luister straks even. Ja? Stepping, burpees, kan ook. Als het tempo ietsje lager wordt. Ja. Dus stap naar achteren. Liggen. Stap naar voren. Klappen, springen, dat. Je kan down and ups doen. Weer down and ups. HC. Die kan je ook stappen. Was dat gisteren of eergisteren? Eergisteren. Met René. Ja? Dus dat. RX Plus. Burpees over de roeier, let's go. Zijwaarts. RX plus plus, bar facing. RX plus plus plus, komt er nog per ronde 25 snatches met roeier bij. Ook dat willen wij zien, bewijsmateriaal, op beeld. De mooiste snatches met een roeier, die krijgen prijs. Dat vind ik wel. Dat als je die burpees RX Plus doet en je gaat springen met die burpees en je gaat er springen overheen, maakt niet uit welke variant, parallel of je poren er naartoe, dat die burpees allemaal springend moeten worden gedaan. Als je okay, dit gaat doen, niet de achteren stappen, als je deze stappen gaat doen, ja, is geen RX Plus meer. Eén keer springen? Nee. Het is spring, spring, spring. Anders moet je het lekker laten zitten. Stel nou dat je geen roeier had, maar een fiets. Spring je over de fiets? Nee, lul. Over de fiets. Stel nou dat je ging rennen. Dan spring je over een andere hardloper heen. Met je als je nou iets vindt, waar je, als je een fiets hebt, of een hond, of een rennen, of een tackle die ongeveer deze hoogte is, spring dan daar overheen. Spring die over die tackle heen. Of stel dat een andere hardloper voorbij komt, dan tackle je die hardloper. Doe je snel een burpee en dan spring je er overheen. Moet je wel weer wachten tot de volgende hardloper langskomt. Dat kan hoor. Ja, dat kan allemaal. Dus jongens, dodelijk denk ik, maar wel effectief. Spreek je, doe er veel plezier mee. Doe er veel plezier mee. Heb er veel plezier mee. Doe je moeder de groeten. Doe je plank en hollow body challenge. We zitten nu op 25. Wacht even. Ik krijg in mijn ogen 25 seconden krijgen we nu. 25 seconden. Doei.